Steeds wordt er een stukje, zeg maar, uit je hoofd. Wordt minder. Je hersens gaan, denk ik, steeds slechter worden. Pap, kan je brood pakken? Ja. Als ik dingen aan mijn vader vraag, bijvoorbeeld, dan weet hij dat 10 seconden daarna al niet meer. Ik zeg brood. Ik heb brood nodig. Oh, brood? Geen drinken. Okay. We hebben hier wel drinken staan. We moeten okay. Brood hebben. Moet ik brood pakken? Ja. Hij gaat mij ook uiteindelijk vergeten. Maar daar willen we nog niet, daar wil ik nog niet over nadenken. Maar ik kan beter er nog iets van maken de laatste tijd. Ik ben wel verantwoordelijker voor hem geworden, dat zeker. Maar ja, het is ook logisch. Je wil je vader helpen en je doet ook de dingen die hij voor mij deed, doe ik nu, zeg maar, voor hem. Het is gewoon steeds, wordt er een hapje afgenomen. Het wordt, zeg maar, gewoon gedelete in principe. Het is gewoon weg voor altijd.